Goedenavond allemaal. We gaan verder. Het is 8:30. We gaan verder met de oriënterende ronde van dinsdag 23 juni. En bij deze open ik de vergadering. En ik wil dat doen door samen met u naar de agenda te kijken en u te vragen of deze zo kan doorgaan. Of zijn er mensen die de agenda graag willen wijzigen? En die dat niet het geval is, dan gaan we verder en dan zullen we hem zo volgen. Punt 3 op de agenda is het spreekrecht. Er heeft zich vandaag niemand gemeld voor het spreekrecht. Dus dat brengt ons al bij punt 4. Bij het eerste oriënterende punt. En ik wil u vragen dat als u wilt spreken op een bepaald punt, of u gebruik wilt maken van raise hands. Dat is voor ons erg zichtbaar. En dat vergadert denk ik het prettigst. Dan gaan we naar punt 4. Vaststelling, bestemmingsplan, Gransbergen, Gastlanden 4. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Kelder, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Het bestemmingsplan Gastlanden 4, Gransbergen. Onze vraag is eigenlijk van de zienswijze. Die krijg je alleen als samenvatting. Maar is het ook mogelijk om de gehele zienswijze in te kunnen zien? Want soms staan er toch nog andere zaken in die je ook graag even zou willen weten. Verder zien we dat de gemeente goed overleg heeft met omwonenden en met de stadsbelang Gransbergen. Mooi dat het college hier een goede communicatie onderhoudt en daarbij transparant is en in oplossingen werkt. Ze kunnen dan ook waarmaken dat niet alleen in Hardenberg gebouwd kan worden, maar dan ook in onze dorpen. En daar zijn wij als Op Koers heel blij mee. Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor uw bijdrage. De heer Jonkhans, mag ik u het woord geven? Jazeker. Ja, we willen het college complimenteren met een mooi plan. Het proces lijkt soepeltjes en harmonieus te lopen. We hebben nog wel een vraagje. Het stikstofdossier, speelt dat hier ook? En in hoeverre kan het verkrijgen van een natuurbeschermingswetvergunning hier nog roet in het eten gooien? Of althans vertraging opleveren? Graag er nog een antwoord op van de wethouder. Mevrouw Meijerink. Ja, de VVD-fractie is ook enthousiast over het feit dat het weer gebouwd gaat worden in Gransbergen. Wij zien wel in het eerste instantie dat het vorige plan, dat in dit plan veel minder water en veel minder groen zit. Dat vinden we jammer. Dat is ook erg, hebben we ook bij de woonvisie aangegeven, dat wij het erg mooi vinden. Dat we ook op een mooie manier bouwen in onze gemeente en ook het groen behouden. Benieuwd hoe de wethouder daarna aankijkt of daar nog iets extra's te verwachten is. We hebben ook gezien dat de appartementen eruit gestreept zijn. Ik denk dat CDA daar ook nog wat over gaat zeggen, maar dat... Daar zijn we blij mee dat het op dit moment zo is. En wij hopen ook dat de wethouder samen met de bewoners wil gaan kijken naar een goede oplossing daarvoor. Dus dat, dat is echt onze vraag. Het groen, kan daar nog wat, kunnen we nog iets meer ruimte verwachten in het plan? Dat was het, voorzitter. Ja, dank u wel. U zei het al, het CDA. De heer Van den Berg, mag ik u het woord geven? Jazeker, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, als CDA-fractie zijn wij ook blij met de vaststelling van het bestemmingsplan Gastlanden 4. Wat nu voor ligt en daarbij ook woningbouw in de kleine kernen zoals Gransbergen mogelijk maakt. Gastlanden 3 is bijna volledig volgebouwd en nu dus Gastlanden 4. Voorzitter, we zijn ook verheugd met het uit het bestemmingsplan halen van de appartementen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren zoals vermeld in de zienswijzes van de omwonenden en van ProRail. Voorzitter, wat het CDA betreft zijn daarbij nu ook verwachtingen gewekt naar de bezwaarmakers en vragen het college dan ook om goed naar de alternatieven zoals aan de noordkant van de Oostermaatsteeg te kijken.
En wij denken dat het college dan ook met zeer goede argumenten moet komen om weer terug te gaan naar het oorspronkelijke plan. Zou het college hier een reactie op willen geven? Voorzitter, verder is in het coalitieakkoord opgenomen dat er een evenwichtige verdeling moet zijn tussen koop en huur. Nu in de Gaslanden 3 al veel sociale huur is gerealiseerd en ook in Gaslanden 4 fase 1 ook een groot aantal zijn ingetekend en in fase 2 bijna niets, vragen wij ons af of hier sprake is van een evenwichtige verdeling. Voorzitter, en dan zien we verschil in de verbeelding van het bestemmingsplan en de exploitatietekening, maar daar zal de ChristenUnie straks iets verder op ingaan. Tot zover mijn vraag. Dank u wel, meneer Van den Berg. Ja, u noemt de ChristenUnie, maar die zie ik niet. Dat zij hebben aangegeven dat zij het woord willen voeren. Ik heb wel degelijk met mijn handjes verzwaaid, voorzitter. Excuses, de heer Odink. Dan aan u het woord. Nou, dank u wel. Mooi ook dat deels, zeg maar even, ondanks dat we het hebben over het groen in het mooie plan, toch wel een deel van het gras is weggemaaid. Maar we hebben nog wel een aantal opmerkingen. Ook wij als ChristenUnie-fractie vinden het mooi vinden dit een mooi plan. Vinden we het mooi aan dat het een duurzaam plan is, hè? Dus dat er gesproken wordt over gasloos bouwen. Dus daarmee proberen we ook zien we dit plan ook terug dat er meegewerkt wordt aan duurzaam bouwen. Best wel een fors aantal zienswijzen, hè? Ondanks dat het, zeg maar, best wel met de stakeholders in Gransbergen gesprekken zijn gevoerd, veel communicatie is geweest, maar toch in verhouding nog wel een vrij fors aantal zienswijzen, waarvan we ook zien dat die, denk ik, naar ons idee adequaat zijn beantwoord, dan wat zelfs zijn overgenomen. Wat opvalt is dat als je kijkt inderdaad ook naar de groenvoorziening, de VVD maakt er al een opmerking over, en ook het CDA, maar wat ons ook opviel was dat als je kijkt naar de exploitatietekening, en dat lijkt vrij technisch, maar en de verbeelding van de bestemmingsplan, dat zijn een aantal bijlagen die, zeg maar, zijn meegezonden, dan zien we daarin toch wel wat verschillen, van oud groen tot en met nieuw groen die uiteindelijk zijn aangemaakt. En met name, en ik heb ook bij een aantal bezwaarmakers in de tuin gestaan, zijn er in het verleden verwachtingen gewekt om met name aan de hoge S-kant, om daar zowel groen als ook voor de waterberging te zorgen, dus een waterpartij. Nou is het een en ander misschien wat minder noodzakelijk geworden, maar alsnog, kijkend naar de twee tekeningen, exploitatietekening en de verbeelding, zouden we wel graag van de wethouder willen weten, ja, hoe zit dat nu? Hoe groen wordt groen? En is er ook nog aan de hoge S-kant mogelijkheid voor een combinatie van groen met daarbij ook water en waterberging? Wellicht zou de wethouder daar ook even wat meer duidelijkheid over kunnen geven. En vervolgens hadden wij ook vragen rondom de verdeling van de sociale huurwoning, maar die zijn inderdaad al verwoord en gesteld. Dus dan hou ik het in eerste instantie hierbij. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik zie geen vragen van de andere partijen. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Ik had ook aangegeven. De heer Schuurman, aan u het woord. Klopt. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zijn ook ontzettend blij dat er weer gebouwd wordt, ook in de kleine kernen. Maar zoals ook al eerder aangegeven, onder andere door het CDA, de huurwoningverdeling, de sociale huurwoning. Naar ons idee kan het ook beter verdeeld worden als dat het nu is. Er is ook nu toch een verwachting gewekt bij de inwoners over het appartementsgebouw. Hoe gaat de gemeente daar nu mee om? Hoe gaan ze dat oplossen? Zodat de mensen niet het gevoel hebben van ja, ze zeggen het ene en ze doen het andere. Zodat het helder is. Dit was het in eerste instantie. Voor de zekerheid nog even, ik probeer te bladeren of er nog meer mensen zijn die niet gebruik maken van het blauwe handje, maar nog wel graag het woord willen voeren. Dat is niet aan de orde. Dan wil ik graag het woord geven aan de portefeuillehouder, de heer Breukeman. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen gesteld in eerste termijn. Misschien goed om even vooraf te beginnen. Niet met een heel referaat over de historie in de inleiding. Alhoewel dat ook interessant zou kunnen zijn, hè, over datgene wat in 2011 als bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan,
landmarks en al weet ik niet meer door uw raad is vastgesteld. Maar dat zullen we maar niet doen. Ik begin wel te zeggen dat het wel een hele lastige overweging is geweest voor het college, zo eerlijk moeten we zijn, om te kijken, ja, wat doen we nou met die geplande, u noemde het appartementencomplexen. Want als je toch even een heel klein beetje terugkijkt, hè, het beeldkwaliteitsplan dat lag, het bestemmingsplan dat er lag, daarin hadden we met elkaar geregeld, op de hoeken, daar kunnen we iets doen met appartementen, daar kunnen we iets doen met hoogte, met vormgeving, met volume, om ook zo de zichtlijnen, zeg maar, in de nieuwe wijk voor elkaar te maken. En de kaders die uw raad daar had aangegeven waren 12 meter hoog. En daar zouden we wat mee kunnen. Nou, gaandeweg kwamen wij al tot de conclusie dat een aantal omwonenden dat niet zo zag zitten. Dat men een massa van 12 meter hoog ging ervaren als appartementencomplexen. Het woord flats is zelfs in de mond genomen. En daar hebben we toen op geprobeerd te handelen door eerst te gaan naar 9 meter. Om te kijken of daarmee een compromis bereikt kon worden. Nou, we hebben aan de zienswijzen gezien dat we daarmee nog niet helemaal op één lijn zaten, hè, met omwonenden en gemeenten. En toen kwam voor mezelf ook de afweging van, ga ik doorzetten op het plan zoals we dat ter inzage hadden gelegd? Of willen we toch meer met die zienswijzen doen? En het lastige zit hem daarin dat uw raad ook heel nadrukkelijk bij het programma Wonen heeft aangegeven. Meer inzetten op sociale huur, spreiding van sociale huur in de verschillende kernen. En daar zouden die aantallen dus een hele mooie bijdrage aan kunnen leveren. Uiteindelijk, als je kijkt naar de hoeveelheid van zienswijzen die is aangedragen, maar ook de suggestie die daarin door een aantal mensen gedaan wordt, hebben we gezegd. Als ons plan dit oproept, maar mensen zijn ook bereid om mee te denken in alternatieven, et cetera, dan willen we als college daar ook over in gesprek. Maar willen niet dat al die mensen, en het zijn er echt veel, die zich nu al bij ons hebben gemeld om een plek te krijgen in Gastland 4, dat die dan ook moeten wachten. En toen hebben we de keuze gemaakt om in die zin de knip erin te zetten, door de appartementencomplexen er nu even uit te tillen, door te gaan met het bestemmingsplan, zodat er niet een enorme vertraging is voor het bouwplan. En natuurlijk, hè, willen wij in gesprek met omwonenden, ook met de corporatie, met stadsbelang, om te kijken of we een alternatieve invulling kunnen vinden. En we hebben in de brief aan de omwonenden ook aangegeven dat we daar graag over in gesprek gaan. Ik heb van de corporatie ook teruggekregen dat ze graag willen meedenken over die alternatieven. Maar ik heb ook gezegd, mocht dat allemaal niet lukken, dan hoop ik wel dat we met omstanders alsnog overeenstemming bereiken over de invulling daarvan. Mochten we het alternatief wel vinden, dan kan de plek waar de appartementen gepland stonden, dan kunnen we die nog gewoon op een normale manier verkavelen. Dus in die zin wijken we met dit plan dan af van datgene wat de Raad in 2011 als kaders heeft meegegeven. Nou, de Raad geeft al aan, hartstikke mooi dat er gebouwd kan worden, ook in Gramsbergen. Is ook nodig, Gastland 3 loopt echt tot zijn einde. Dus we willen ook heel graag snel nu doorstappen naar Gastland 4. En dan kom ik even langs een aantal vragen. De vraag van op koers van kunnen we alle zienswijzen inzien? Ja, volgens mij kan dat altijd. En volgens mij kan dat ook via de Griffie. Moet even kijken hoe we dat in praktijk doen. Maar volgens mij kunt u via de Griffie inzage krijgen in de complete zienswijzen. En naar buiten toe zijn die geanonimiseerd om uw bekende reden. De Partij van de Arbeid vroeg naar, hebben we dan geen last van van stikstof perikelen op dit gebied. En nee, dat is niet het geval. U kunt op pagina 32 van de toelichting op het bestemmingsplan lezen, onder de alinea N2000 gebieden, dat uit de beide berekeningen blijkt dat zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,0. Dus dat is in die zin hartstikke mooi. Verwachtingen naar bezwaarmakers en hoe gaan we daarmee om? Heb ik volgens mij net in mijn inleiding het nodige over gezegd.
Groot aantal sociale huur. Ja, dat vind ik toch wat ingewikkelder. Zijn die nou wel of niet goed gespreid? Zijn de aantallen te groot? Ik vind absoluut niet dat de aantallen te groot zijn. We hebben in het programma Wonen met elkaar gezegd, hè, dat we ook ons in willen zetten voor meer sociale huur. Daar zijn we hartstikke druk mee bezig. We hebben in onze prestatieafspraken met de corporatie komen volgens mij al tot 225, terwijl de oproep was, probeer 200 tot 300 in deze periode. Dus we gaan voortvarend. In fase 1 van Gastland 4 zitten er 14 sociale huurwoningen, 2 rijtjes van 7. In de oorspronkelijke plan hadden we ze verdeeld, hè, over fase 1 en fase 2. Dus we deden de 14 in fase 1, deden dan 20 of 22 in fase 2 in de vorm van appartementen. Ja, nu we die appartementen er uitstrepen, dan lijkt het net zo alsof we alles concentreren in fase 1, maar dat was de opzet niet. En bovendien vind ik 14 sociale huurwoningen, ja, volgens mij moeten we dan niet spreken over een concentratie van sociale huurwoningen. Bovendien kunt u in de verbeelding ook zien dat tussen die woningen ook nog iets van een speelgelegenheid of speelveld zit. Aan de zuidzijde staan ook nog 2 kappers en ook nog iets van een verkeerspleintje. En laten we ook niet vergeten dat sociale huur in Gramsbergen ook heel nadrukkelijk is bedoeld om een aantal starters, zeg maar, ook in Gramsbergen te houden. Ik denk dat toch een heel belangrijk punt is geweest ook voor uw raad. Even naar de kaarten. Er werd gesuggereerd, hè, dat er een verschil is tussen de verbeelding en de exploitatietekening. Voor een deel is dat zo in die zin dat we de exploitatietekening verder hebben ingevuld. Leidend voor het bestemmingsplan is de verbeelding. Hè, dat zijn de juridische grenzen. Maar je zult zien als je over elkaar legt dat er ook geen verschil zit tussen groen in de verbeelding en groen in de exploitatietekening. In de exploitatietekening zijn we wel verder ingegaan op hoe gaat het geheel nu vorm krijgen, om ook iets beter beeld te krijgen van hoe ziet het er straks uit. En je ziet bijvoorbeeld daardoor dat er 2 kleuren groen zijn. Het bestaande groen en het donkergroen wat het nieuwe groen is. Maar het groen aan zich is exact gelijk als in de verbeelding. Kijk je even specifiek naar de Hoge Ers, dan zien we dat daar nu al een bestaande groenstrook is. Dat daar voor een heel groot deel nog een groenstrook extra tegenaan wordt gelegd. En bovendien is het dan ook nog eens een keer zo dat de woningen die daar komen ook niet strak op de perceelsgrens staan. Hè. Dus als je dan kijkt wat de afstand is van de gevels van de woningen aan de Hoge Ers tot aan wat straks de gevel is van de nieuwe woning in Gastlanden 4, dan zit daar volgens mij echt een heel fors stuk tussen. En volgens mij, hè, als je naar de verbeelding van Gastlanden 4 kijkt, dan is er heel veel gedaan als het gaat om groen. Echt een groene opzet wat mij betreft. Ik vind het mooi, hè, dat we dat groen centreren midden in dat gedeelte tussen fase 1 en 2. Om daar waar nu al groen is, ook nog meer groen aan te leggen. Daar loopt dan dat fietspad doorheen. Hè. Heb je toch een heel mooi groen hart van je wijk. En ik ben er echt van overtuigd dat het groene aan de kant van de Hoge S, dat ruim voldoende is. Iemand vroeg volgens mij nog naar water. U ziet dat in de verbeelding, dus voor het bestemmingsplan niet terug, maar in de exploitatietekening zit daar wel een blauwe lijn. Wil dat dan zeggen dat er altijd water is? Nee, maar het is wel een soort van bufferstrook waar water zou kunnen landen of zo. Groenvoorziening heb ik gehad, de tekeningen heb ik gehad, sociale huur heb ik bij stilgestaan. Volgens mij, voorzitter, heb ik de vragen beantwoord. Dank u wel, de heer Breukeman, voor uw antwoorden. Zijn er mensen die, ik zie dat de heer Van den Berg van de fractie van het CDA zijn hand opsteekt. Mag ik u het woord geven? Jazeker, voorzitter. De heer Breukeman geeft aan dat er een groenstrook staat naast de Hoge S. Volgens mij zijn dat gewoon een aantal bomen die her en der geplaatst zijn. Maar er komt een groenstrook aan langs. Kan de heer Breukeman ongeveer aangeven hoe breed als die strook ongeveer wordt? En misschien een vervolgvraag erop, is het misschien mogelijk dat die groenstrook die nu gesitueerd staat, dus aan de bestaande groenstrook in het midden, zou die ook verplaatst kunnen worden naar de Hoge S-kant? Hoe kijkt de heer Breukeman daar tegenaan? Tot zover. Ja, voorzitter, we zijn even op zoek naar een geodriehoek om te kunnen kijken, te bepalen hoe groot de groenstrook exact is. Maar als dat niet gedurende dit antwoord op mijn bureau landt, is het misschien goed om die nog even schriftelijk
af te doen. Volgens mij staat er wel iets van een schaalgrootte bij de legenda. Zijn wij bereid om die groenstrook vanuit het midden naar de Hoge S te verplaatsen? Ja, daar vraag ik me echt even af, voorzitter, wat daar de onderliggende reden van zou zijn. Want volgens mij is het juist heel mooi om in de kern van die wijk groen bij groen te doen. Het is toch hartstikke mooi om daar een groen hart in te hebben, waar je doorheen kunt fietsen, waar mensen kunnen wandelen. Door groen met groen creëer je ook dat groen aan zich volgens mij veel meer waarde krijgt. En ik zie in alle oprechtheid de nut en noodzaak niet om die groenstrook vanuit het midden nog eens een keer naar de kant van de Hoge S te leggen. Dan zou je daar een hele brede groenstrook krijgen. Terwijl dan het groen zeg maar, wat nu al bestaand is, in uw exploitatietekening in de lichtgroene kleur, dan redelijk zelfstandig blijft staan. En dan zou dus ook die kavels zeg maar helemaal op moeten schuiven tegenover dat wat dan het fietspad is. Ik zie de logica er niet van in, maar misschien kan de heer Van den Berg mij dat vertellen. Ja, ik kan natuurlijk heel veel vertellen, maar vandaar ook mijn eerste vraag van hoe breed wordt die strook? Kijk, als nu met de groenstrook wordt bedoeld dat die aantal bomen wat er nu staat, ja, dat noem ik geen groenstrook. Dat zijn gewoon een aantal bomen die daar in de berm staan. Maar dat noem ik geen groenstrook. Een groenstrook is voor mij minimaal 3 meter breed. Ik kijk of de portefeuillehouder daarop wil antwoorden of dat het een mening was in plaats van een vraag. Maar de heer Breukeman, nu het woord. Volgens mij is het nieuwe groen echt breder dan 3 meter. Dus als de heer Van den Berg daar comfort uit voelt, dan prima. Ik blijf echt bij het verhaal dat groen centreren volgens mij echt beter is en kwalitatief veel meer een meerwaarde is voor je wijk. Nog even los van de gedachte, als je het zou willen wijzigen, dat het ook een substantiële wijziging van je bestemming betekent. En dan moet je denk ik even opnieuw beginnen in de procedure. Nee, maar voorzitter, met alle respect, kijk, als de heer Breukeman aangeeft dat die groenstrook langs de Hoge S meer dan 3 meter is, dan is het voor mij voldoende. Maar zoals ik het op de tekening kon zien, staan er alleen een aantal bomen die nu gesitueerd zijn. En is er geen nieuwe groenstrook wat erbij aangeplaatst. Dus vandaar dat ik nu zeg, is het meer dan 3 meter, vind ik het prima. En dan mag het voor mij zo doorgaan. Voorzitter, ik doe nog een uiterste poging om de heer Van den Berg nog meer comfort te geven dan zijn 3 meter. En ik schat in dat hij moet denken in het 3-4-voudige daarvan. Voorzitter, ik wil de wethouder complimenteren en geweldig plan en doorgaan. Dank u wel, beiden. Zijn er nog? Ik zie de heer Olink, u wilt hierover ook nog een vraag stellen. Nou, ik wou ingrijpen, dat handje, ik heb inmiddels de blauwe gevonden, die stond al wat eerder. Dus, maar de antwoord van de wethouder, omdat die discussie dreigt een beetje technisch te worden. Dus, dat lijkt tot een goed einde te gebracht. Dus, en ik heb zelfs antwoorden gekregen rondom de mogelijkheid dat er zelfs water zou kunnen landen, heb ik begrepen. Dus ik ben benieuwd. Maar dank in ieder geval voor de reactie, Beral. Ja, als het maar hard genoeg regent, dan zal het water landen. Zijn er mensen die in de tweede termijn hierover nog een opmerking of een vraag willen stellen? Ik zie geen handen, ook geen opgestoken handen. Dan is de vraag aan u, wilt u het meenemen naar de raad als hamerstuk of als bespreekstuk? Als hamerstuk. Hamerstuk. Mag van mij best ook. Dan denk ik dat we het mee kunnen nemen als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering. Dank u wel. Voorzitter, ja. Ik zou het onder voorwaarden graag een hamerstuk laten worden. Ik wil nog even overleg over de sociale huur. Ik denk dat het wel een hamerstuk kan worden, maar ik kom er bij de Griffie op terug. Prima. Dus wat mij even een bespreekstuk laten. En, mag ook. Ik overleg met de Griffie als er een hamerstuk kan worden. Ja, dan komt u daarop terug. Dank u wel. Dan kunnen we verder naar punt 5 van de agenda. De verzilverlening. En dan is mijn vraag aan u opnieuw wie ik daarover het woord kan en mag geven. Ik zie mevrouw Kelder. Mevrouw Mensing, de heer Oding, de heer Schuurman.
De heer Odink, mag ik u als eerste het woord geven, omdat ik u net niet zag? Aan u het woord, de verzilverlening. Nou, fijn dat u mij nu wel ziet, dus dank daarvoor. Ja, toch wel een aantal vragen. Op zich, mooi initiatief, dat vooropgesteld. Dus de grondhouding rondom dit raadsvoorstel met betrekking tot de zilverlening is, wat de ChristenUnie-fractie betreft, positief. Wat we wel, een aantal dingetjes die zeg maar opvallen. Het betreft hier de mogelijkheid voor het levensloop bestendig maken van woningen met een minimum leenbedrag van 2500 euro en een maximum leenbedrag van 40.000 euro. En dan staat er op een gegeven moment in de stukken, als voorwaarde om een lening af te kunnen sluiten, geldt dat minimaal 2500 euro daarvan aantoonbaar moet worden besteed aan maatregelen die gericht zijn op levensloop bestendig maken van eigen woning. Dat lijkt erop, als je kijkt dat zeg maar deze lening in box 3 komt, dat als je maar 2500 euro laat zien dat je daar, dat je die hebt besteed aan het levensloopbestendig maken van je woning, zou je evengoed nog die 30.000 euro kunnen lenen. Dus als 2500 euro ervan aantoonbaar is, dan lijkt het alsof dan 30.000 euro of het overige bedrag voor andere, misschien wel constructieve doeleinden te gebruiken is. Aan de andere kant staat ook in de besluiten het in het ander rondom dat alles via bouwdepot gaat. Maar ik wil er wel graag duidelijkheid over. Hoe is dit zeg maar gefaciliteerd? Wat ook zo is, is dat een groot deel van de in de bijlage genoemde mogelijkheden zeg maar om de woning levensloopbestendig te maken, heeft ook weer raakvlakken met de WMO woonvoorziening. En ik ben even benieuwd naar de wethouder in hoeverre ook zeg maar daarnaar gekeken is. Wat past wel in de verordening van de WMO woonvoorziening en welke niet? En kijkend naar de huidige tekorten in de WMO rondom de jaarrekening en de BRAP, lijkt het wel goed om daar denk ik ook duidelijkheid in te creëren. En misschien kunnen zelfs wel voorzieningen van de een overgeheveld worden naar de ander. Dan zien we vervolgens dat er nog een aantal zaken, zeg maar, dat er goed communicatie is geweest met de diverse stakeholders. Daarbij missen we wel, hè, met name ook een beetje met de WMO-bril op, dat er vanuit de participatieraad geen vragen, of in ieder geval geen communicatie is geweest. En we zijn even benieuwd of de wethouder kan aangeven of dat ook inderdaad klopt, of dat er toch nog misschien gesprekken mogelijk zijn. Wat we ook graag terug willen zien is, betreft dit alleen de primaire woning? En in hoeverre is het zo dat als bewoners of eigenaren een tweede woning hebben, misschien wel op een van onze parken, waar het nodige speelt, dat er ook zeg maar een tweede woning voor deze levensloopbestendige, of in ieder geval deze zaak, verzilverlening, in aanmerking komen? En een andere vraag, en dat is weer met de duurzaamheidspet op. Hoe staat de wethouder tegen dat zeg maar ook wat meer verplichtend, of misschien wel op basis van nog een aanvullende regeling of een wat lagere rente, er ook aandacht komt om de woning te verduurzamen? Nu lijkt het erop alsof het kan nu voor beide doeleinden gebruikt worden, voor het levensloopbestendig maken. Maar ook om je woning, zeg maar, ofwel beter te isoleren of te verduurzamen. Maar om dat ook nog, zeg maar, wat extra aantrekkelijk te maken. Ik ben ook even benieuwd of de wethouder daar in mee kan denken en wat hij daarvan vindt. Dat was het in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Voor uw bijdrage wil ik graag het woord geven aan mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. In het programma Samen Door kan de verzilverlening met haar preventieve werking bij de WMO-voorzieningen een belangrijke rol vervullen. Maar wij denken dan ook hierbij aan het duurzaamheidsaspect, om dat ook hier een rol te kunnen geven. Misschien wel in de vorm van de energieconsulenten die we al hebben. Is dat mogelijk? Dat was het. Dank u wel. De heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn natuurlijk hartstikke blij dat die ingevoerd wordt. Laat het helder wezen. Alleen, hier zit een hele lijst bij waar het aan besteed kan worden. Wordt deze lijst ook iedere keer geactualiseerd?
Er zijn natuurlijk steeds verder ontwikkelingen, moderne ontwikkelingen. En wordt dan de lijst geactualiseerd op de betere voorzieningen. Tot zover. Dank u wel. En mevrouw Mensink. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, goed dat de notitie over de verschilverlening is gemaakt in afstemming met de potentiële doelgroep, hè, de ouderenpanel, het ouderenpanel. Aangegeven wordt dat het aanpassen van woningen een preventieve werking heeft bij WMO-voorzieningen. De heer Odink refereerde daar nu ook net al aan. Maar kan de wethouder ook toelichten wat de gemeente concreet gaat doen om dit voordeel zo optimaal mogelijk te behalen? Een andere vraag is, hoe verhoudt zich de verschilverlening ten opzichte van de gewenste doorstroming op de woningmarkt? Want in de woonvisie staat ook omschreven dat het aanbod aan ruime grondgebonden woningen, koopwoningen, te klein is om te voorzien in de verwachte vraag. Dus dat is wel een belangrijk punt. En een laatste vraag. Het aanpassen van de woningen biedt ontzettend veel kansen voor de lokale economie. En er wordt ook geschreven over de communicatie met MKB. Alleen daar wordt ook de optie genoemd om wooncoaches of vakmensen van het energieloket erbij te betrekken. Wat is de reden om deze twee laatstgenoemden niet gelijk vanaf het begin af aan in te zetten, zodat vraag en aanbod zo efficiënt en effectief mogelijk bij elkaar komt? Dat waren mijn vragen. Dank u wel. Dan wil ik graag de portefeuillehouder het woord geven. En dat is in deze, dacht ik, ook de heer Breukelman. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Drukke avond, zou ik bijna zeggen. De nodige vragen over de verschilverlening. Op de inhoud vinden we elkaar, denk ik, zeker. Hè? De motie van de raad ook aangenomen bij het programma Wonen om werk te maken van de verschilverlening. Nu komen wij tot invoering ervan. Althans, stellen u voor om dat te gaan doen. En dan loop ik even de vragen bij langs, want her en der is nog even volgens mij een verkeerd beeld ontstaan. En ik begin maar even bij waar kan het geld nog aan besteed worden? Dat is in feite aan twee dingen. Hè? Je gaat de verschilverlening gebruiken of om je woning levensloopbestendig te maken, of je doet iets met duurzaamheid, of de combinatie daarvan. Maar dat zijn de twee thema's die in aanmerking komen. Dus het is niet zo, hè, dat je een klein bedrag kunt lenen en de rest dan vrij besteedbaar is of zo. Nee, het moet worden ingezet voor levensloopbestendigheid of voor duurzaamheid. Waarom zit dan die ondergrens van 2500 euro voor levensloopbestendigheid erin? Nou, daar hebben we heel bewust voor gekozen. Je kunt kiezen, nou ja, mag ook alles 100% naar duurzaamheid gaan? Of willen we toch nog een voorwaarde dat je ook een deel van het bedrag moet inzetten voor het levensloopbestendig maken van je woning? En we hebben juist voor die laatste gekozen, omdat, en dan kom ik bij het volgende onderwerp, we graag willen dat er minder mensen instromen in de WMO. En wat je nu in de praktijk vaak ziet, is dat mensen die eigenlijk te laat zijn met het levensloopbestendig maken van hun woning, die moeten gebruik maken van een WMO-voorziening, een indicatie. Dan moet er iets aan de woning gebeuren. Dat kost geld. Die kosten lopen op. Dat hebben we met elkaar gezien. En wij hopen dat met de verschilverlening en de voorwaarden daarin om ook een deel te besteden aan het levensloopbestendig maken van je eigen woning, dat meer mensen preventief aan de voorkant aan de slag gaan met het levensloopbestendig maken. Dan heb je dat alvast geregeld. Het geeft je comfort, het geeft je veiligheid en je hebt de voorzieningen alvast in huis op het moment dat je daar ook aan toe bent. En dus zou het een hele mooie ontwikkeling zijn wanneer het succes van de verschilverlening ook zal leiden tot minder aanvragen in de WMO. En daar zullen we ook in onze communicatie rond de zomer heel nadrukkelijk op inzetten. En aan de voorkant hebben we heel veel contacten gehad, juist met de doelgroep zelf, om daar op te halen van, nou, wat wil men nou precies zijn? Waar ligt de behoefte? En ik weet niet meer precies wie het was, maar er was een vraag gesteld. Ja, wij missen nog de participatieraad daarin. We hebben aan de voorkant voor gekozen om, zeg maar, alleen naar de doelgroep te gaan. Maar ik zeg u wel toe dat we de participatieraad ook zullen benaderen. Ook zeker bij onze strategische communicatieplan dat we gaan maken en bij de uitvoering van de regeling. Goed punt wat dat betreft. Wat ik niet helemaal helder heb, is of je het ook in mag zetten voor een tweede woning. Het eerste wat ons er binnen schiet is,
nou ja, als er een hypotheek op zit met overwaarde, misschien kan het dan wel, maar weet ik eerlijk gezegd niet helemaal zeker. Dus als u die vraag van belang vindt voor uw politiek besluit, dan moeten we daar nog even op terugkomen. De verdeling tussen levensloopbestendig en duurzaamheid hebben we wat over gezegd. Ja, de energieconsulenten, gaan we die betrekken? Ja, zeker. Koers voelt daarna. We willen die betrekken bij wat ik net al het strategisch communicatieplan noemde. We willen u eerst de regeling laten vaststellen en dan aan de slag gaan met een hele goede communicatie en uitvoeringsplan om ook te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik gaan maken van die regeling. Dus die vraag kan ik met ja beantwoorden. Actualisatie van de lijst, de vraag van 50+. Ook daar een volmondig ja op. Dat gaan we doen. Een aantal vragen van het CDA. WMO had ik gehad. Nog een vraag gesteld over grondgebonden woningen volgens mij. Hè? En hoe verhoudt zich deze regeling tot het aanbod daar? Nou ja, daarover zou ik kunnen zeggen, hè, dat grondgebonden woningen een aantal is inderdaad te klein. Hè. We doen het nodig om daar wat in te veranderen. En veel nieuwe woningen zijn ook levensloop geschikt of zelfs geheel gelijkvloers. Maar omdat niet alle oude huishoudens een gelijkvloerse woning kunnen bieden, hebben we juist die verzilverlening om het aanpassen van de woningen mogelijk te maken. En als je dan kijkt naar het woonprogramma dat we met elkaar hebben vastgesteld, dan staat daar ook in dat via het woonbeleid we ouderen de keuze willen geven om of langer zelfstandig te wonen of door te stromen naar een meer geschikte en comfortabele woning. En tenslotte werd er volgens mij nog gevraagd, zorg je er ook voor, hè, dat je goed contact hebt, de communicatie goed is met MKB bijvoorbeeld, met wooncoaches, vakmensen, energieloket. Ja, absoluut, die hebben we ook van het begin betrokken, maar natuurlijk ook in de komende periode, dus voor de introductie van de daadwerkelijke regeling, zullen we die partijen zoveel mogelijk betrekken bij het opstellen van de voorlichting richting de consument. Dat was hem, voorzitter. Meneer Odink, u wil een vraag stellen. Ja, de wethouder die vroeg toch nog even tussen zijn beantwoording door in hoeverre het belangrijk is voor ons om toch nog even een reactie te krijgen. Of dit alleen geldt, zeg maar, even voor primaire woning of ook voor, zeg maar, vakantiewoning of een tweede woning. Dus dat willen we toch wel graag als ChristenUnie-fractie, om dat in onze totaaloverwegingen mee te nemen. En ik meende dat ik nog het antwoord niet heb gekregen rondom... dus ik snap heel goed dat het gaat om duurzaamheid en om, zeg maar, het levensloop bestendig maken. Maar juist om mensen ook aan te moedigen de woningen duurzamer te maken, is daar nog wat mogelijk rondom, maar misschien nog wat zelfs een iets gunstige rente. Kijkend naar het totaalbedrag van 600.000 euro, en we zouden daar 0,5% gunstige lening, dan zijn dat niet de schokkende bedragen. En daarmee kunnen we ook, denk ik, tegemoetkomen aan de coalitiedoelstellingen om zoveel mogelijk te doen aan duurzaamheid. Dus ik zou de wethouder daar ook nog graag van willen uitvragen voor een reactie, om ook daar nog bij stil te staan. De heer Breukeman, mag ik u het woord geven? Dat mag, voorzitter. De eerste opmerking van de heer Odink, hè, helder, dan zullen we dat even uitzoeken. Ik vraag me wel af welke mensen met twee woningen ook gebruik willen maken van de verzilverlening. Maar wie weet zijn ze er die op die manier het vermogen nog wat willen versterken. Dus daar zullen we dan even op terugkomen, omdat ik dat gewoon niet helder heb. En die tweede vraag is wat ingewikkelder, omdat SVN de partij is die, zeg maar, op basis van de gegevens die zij hebben, de rentestanden bepaalt. En volgens mij staat die nu op 1,7. Dat is natuurlijk een buitengewoon lage rente. Maar volgens mij kunnen we niet daar nog iets van afdoen. Ja, dan zouden we misschien als gemeente nog meer zelf bij moeten passen. Maar ik denk niet dat we de rentestanden van SVN kunnen verlagen. Dus dat zou een ingewikkelde factor zijn. Oké. Okay. Meneer Odink. Ja, dank voor de reactie. Oké. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Ik zie geen opgestoken handen. Dan is mijn vraag, hoe wilt u dit op de agenda van de raad, als hamerstuk of bespreekstuk? Wat betreft hamerstuk? Hamerstuk.
Prima. Hamerstuk. Ja, dan gaat het met hamerstuk naar de raad. Dank u wel. Dan gaan we verder naar het volgende punt van de agenda. En dat is de punt 6, kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik zie mevrouw Mensink, ik zie de heer Rodemond, de heer Schuurman, de heer Olink. De heer Rodemond, aan u het woord. Voorzitter, dankjewel. Het plan oogt als een heel erg mooi plan. Laat ik daarmee beginnen, omdat we dan werken aan een aantal zaken. Kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, maar ook de lokale economie versterken. En we hebben oog voor duurzaamheid. Het zijn allemaal zaken die mijzelf, maar ook mijn fractie na aan het hart liggen. Dat gezegd hebbende, een aantal vragen en eigenlijk spitsen die zich toe op de observatie dat het een behoorlijk forse investering is van, als ik het goed heb gelezen, 1,3 miljoen euro voor de aanpak van 3 straten. Dit in relatie tot de coronacrisis, die relatie is gelegd in het voorstel. En daarbij leidt dit bij ons tot eigenlijk het vraagstuk hoe moeten we de stijging van ongeveer 1 miljoen euro ten aanzien van het opknappen van de straten in eerste instantie zien in dat licht, hè, van die coronacrisis. Omdat we ook andere onderwerpen en misschien ook andere sectoren aan de deur krijgen die ook om lokale steun vragen. En nou ja, in het ongeveer hetzelfde straatje, vergeeft u mij de woordspeling, hoeveel straten zijn er nog meer toe aan dit soort zaken? Zodat we misschien nog meer geld moeten opzij zetten voor een dergelijk initiatief. Dat alles gezegd hebben we nogmaals een erg mooi initiatief, maar kan deze investering uit ten aanzien van de uitdagingen die wij nog voor ons zien? Dank u wel. Mevrouw Mensink, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA vindt het ook goed dat in tijden van crisis gekeken wordt naar opties om wel de lokale economie te versterken. Dus daarvoor waardering. En ik heb nog een kleine aanvulling op de vraag van de heer Rodemond. Hè, van waarom is specifiek gekozen voor deze 3 straten? Wij weten ook, hè, dat plaatselijk belang in samenwerking met, zeg maar, de inwoners of aanwonenden van de straten al best wel lang heeft gepleit voor deze 3 straten. Dus het is wat dat betreft goed dat dat onder de aandacht is. Maar wellicht zijn er nog andere straten. Wat is dan ongeveer de denklijn van de gemeente om die keuze te maken? Dat vinden we belangrijk. Kan de wethouder ook toelichten hoe concreet er geïnvesteerd wordt in die lokale werkgelegenheid? Hè? Wat we voor gedaan? Of gaan misschien ook anderen daarmee met deze klus, zeg maar, aan de slag? Dus dat is even de vraag. En bij de financiële onderbouwing kwamen wij tegen een afschrijvingstermijn van 80 jaar. Komt u bij deze afschrijvingstermijn? Ik vind hem vrij lang, maar misschien is daar een reden voor. En wat houdt specifiek de uitvoering in samenspraak met plaatselijk belang en inwoners in? Het lijkt op een toezegging, maar wat is dan de toezegging? Dat waren onze vragen. Dank u wel. De heer Olink. Dank u wel, voorzitter. Ook vanuit onze fractie in eerste instantie lijkt het een heel sympathiek voorstel om een 3-tal straten in onze kernen aan te pakken, om het zo maar te zeggen. En zelfs de Johan Klemmerstraat, ik ben een kind van het dorp Maringberg. Ja, hoe sympathiek ook. Maar toch ook wel even een aantal wat kritische vragen. We zijn even benieuwd hoeveel organisaties wij redden, zeg maar, van de mogelijke faillissement voor de komende periode. En hoeveel arbeidsplaatsen redden wij zeg maar voor de komende, nou, misschien 1,5 jaar, waarin deze werkzaamheden worden uitgevoerd? Met andere woorden, kijkend naar het toch wel forse bedrag, wie is daarmee gediend? Welke partijen zijn daarmee gediend en wat redden we daarmee? Want er wordt best wel zwaar ingestoken op, zeg maar, het naar voren halen van deze investeringen. Ook ten opzichte van, zeg maar, de economie. Dus dat vinden we wel even heel belangrijk om dat terug te zien. En in hoeverre heeft de wethouder ook een afweging gemaakt
om te kijken naar de plannen die we ook vanuit het coalitieakkoord besproken hebben rondom de mobiliteitsplan. En dus in hoeverre is dat niet afgewogen tegen bijvoorbeeld het investeren in nieuwe infrastructuren, om ook daarin tegemoet te komen. Dus wat zijn de afwegingen geweest ten opzichte van investeringen in nieuwe infrastructuur versus het nu naar voren halen? Dus ik ben in eerste instantie wel even benieuwd naar deze reactie. Dank u wel voor uw vragen tot zover, de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben ook een vraag over het punt van: wordt dit gegund aan plaatselijke bedrijven? Zo ja, hoeveel arbeidsuren levert dit op? En dan vonden wij de tekeningen die erbij zaten niet van een topkwaliteit. Het heeft bij ons even op de lachspier gewerkt. Tot zover. Dank u wel. En ik twijfel of mevrouw Kelder ook haar hand opstak of dat niet het geval was. Dat was wel het geval, maar mijn vragen zijn al gesteld. Dus wat dat betreft hoor ik graag even wat de wethouder ons als antwoord geeft. Dan gaan we dat afwachten, mevrouw Kelder. Ja. Dan wil ik graag het woord geven aan de heer Ten Kate, de portefeuillehouder. Ja, voorzitter. En ik wil heel graag de vragen beantwoorden. Het is misschien goed om eerst nog even in te gaan op van hoe komen wij er nu toe om dit voorstel aan u aan te bieden. Het is namelijk zo dat wij van het VNO-NCW en de MKB regio Zwolle een brief hebben gekregen rondom de effecten van de coronacrisis. En daar riepen ze ons op om een aantal zaken tegen het licht te houden. En een van de dingen die daarin stond, dat was de hartekreet van kijken naar als u werken naar voren kunt halen. Dus blijf ons voorzien van werk. Nou, dat hebben we serieus genomen en daar hebben we naar gekeken. En we hebben ook gekeken van welke werkzaamheden hebben wij bijvoorbeeld voor het volgend jaar op de rit staan. En we hebben ook gezegd van dan moet het ook werk zijn waar niet alleen bedrijven van profiteren, maar ook met name de medewerkers van die bedrijven, dus arbeidsplaatsen. Daarbij hebben we dan ook gezegd dat eigenlijk asfalteringswerkzaamheden af zouden vallen, want de asfalteringsmachine komt, daar zitten wel arbeidsplaatsen in, maar we hebben het meer gezocht in de elementenverhardingen, dus waar eigenlijk heel veel handjes voor nodig zijn. Daarnaast hebben we gezegd van er moeten ook werkzaamheden zijn waarvan wij weten dat er al een participatieplan, of dat er in ieder geval al met de dorpen is over gesproken. We kunnen niet nu zomaar een voorstel doen aan de raad waar een dorp niet in is gekend en waar de plannen niet van zijn gemaakt samen met de dorpen. Vervolgens komen we dan uit bij een aantal wegen. En dit zijn wegen die wij waarschijnlijk anders bij de begroting voor volgend jaar hadden aangeboden. Dus wij halen ze een jaar, misschien twee jaar, maar in ieder geval wij halen ze niet van ver in de toekomst naar voren. Het was iets wat op ons pad lag. Alleen de hartekreet die in die brief stond van VNO, NCW en MKB, die hebben we ter harte genomen. En daardoor kwamen we bij deze drie wegen uit. En met nadruk wil ik dan nog een keer zeggen dat er van deze drie wegen er ook draagvlak is bij plaatselijk belang. Zelfs stadsbelang Gransbergen heeft een plan min of meer zelf gemaakt, of in ieder geval het eerste initiatief daartoe genomen. Nou, dan kom ik even bij de vragen die gesteld zijn. Dan kom ik bij de heer Rodemond van D66. Hij zegt ook van het is een forse investering, dat klopt. Maar ja goed, wellicht zijn er ook andere onderwerpen en andere sectoren die willen helpen. Nou, volgens mij hebben wij een heel pakket al aangeboden aan de raad. Daar heeft collega Martijn Breukeman ook in de vorige vergadering nog een heel opsomming van gedaan. En dit is er één die daar eigenlijk bij komt. Hè. Dus het is, er is al een hele afweging gemaakt van datgene wat we allemaal doen. Deze komt daar dan nu nog bij. Even kijken, CDA. Waarom deze? Nou, ik denk dat ik dat in mijn inleiding heb aangegeven. Deze drie die lagen op de plank en deze drie die zijn met de dorpen besproken. En we kunnen niet nu in gesprek vanwege de coronacrisis of voor andere plannen. En ze lagen op de plank voor de nabije toekomst. Even kijken, die 80 jaar, hoe komen we daar aan? Nou, die 80 jaar dat slaat op het stukje riolering wat erin zit. En het onderdeel riolering waar dit voor geldt. Dat is gewoon een standaard afschrijvingsperiode voor dat deel
riolering die daarvoor geldt. Hè. Dus dat schrijven we normaal altijd in 80 jaar af. En je ziet dat er voor de andere zaken ook andere afschrijvingstermijnen zitten, omdat nou ja, dat daar een andere, dat gewoon een regulier gebeuren is. Nou, wat betekent de afspraken met plaatselijk belang? Er is niet gezegd tegen plaatselijk belang van, oké, dit gaan we doen. We hebben gezegd van, u hebt een mooi plan gemaakt, we gaan het voorleggen aan de raad. En we gaan zo natuurlijk ook zelf nog goed naar kijken van, als er allemaal zinvolle dingen zitten die erin zitten. Maar we vinden het wel belangrijk dat het draagvlak is in de dorpen voor datgene wat wij nu gaan doen. Ja, dan een hele mooie vraag van de fractie van de ChristenUnie. Want hoeveel organisaties en hoeveel arbeidsplaatsen redden wij hiermee? Nou, ik vind het heel hoog gegrepen dat wij nu organisaties en arbeidsplaatsen gaan redden. Maar het is aan de andere kant zo. En ik las deze week ook nog in de Cobouw een verhaal van een aannemer, een redelijk lokale aannemer hier in de buurt in ieder geval. Die ook nadrukkelijk zegt van als een gemeente, die ook gemeenten zitten in zwaar weer, dus zo nu dan worden er ook werken heroverwogen. Maar als dat doorgaat, dan gaat dat in ieder geval de aannemerij op onderdelen de kop kosten. En wie dat is en hoeveel er dat zijn, dat kan ik niet zeggen. Ik denk dat we gewoon moeten proberen, en zo kennen we de gemeente Hardenberg ook, dat wij onze verantwoordelijkheid nemen daar waar wij dat kunnen. En dat doen wij. En welke bijdrage dat precies heeft, dat is een die kun je natuurlijk nooit helemaal kwalificeren. Even kijken. Afweging in het kader van het mobiliteitsplan. Ten aanzien van nieuwe infrastructuur. De afweging die is nadrukkelijk gestoeld op het feit dat deze plannen er voor de toekomst, voor de nabije toekomst aan staan te komen. En het mobiliteitsplan is echt iets voor de verdere toekomst, dus is veel meer verder in de tijd. En we ontkomen er niet aan dat we deze wegen, en het is ook al gezegd van, er zijn een aantal dorpen en ook stadsbelang die er al jaren op zitten te wachten. Dus we ontkomen er niet aan dat deze een keer op ons bord terechtkomen. En daarom hebben we deze ook naar voren. Ja, dan mag ik even onderbreken, want de heer Rodemond heeft zijn hand opgestoken. En ik zie ook de heer Orik, die is daarna aan de beurt. Maar eerst de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, beantwoording op mijn vraag vind ik wat mager, moet ik u bekennen. Ik vroeg ernaar, omdat nogmaals ik dit een forse investering vind en die erkenning die krijg ik in ieder geval. Maar als ik het stuk goed heb gelezen, stonden de plannen voor de drie straten voor ongeveer 300.000 euro in de boeken. Daar komt ongeveer 1 miljoen euro bij. En nogmaals, ik steun van harte het initiatief om zowel de lokale economie als de duurzaamheid en ook nog eens een keer de kwaliteit van het openbare gebied te verbeteren. Dat gezegd hebbende, het antwoord, ja, dit komt erbij bovenop een pakket wat we al hebben aangekondigd, is dan wat mager, omdat we ook niet zien wat er hier achteraan zou kunnen gaan komen. Dat is misschien een beetje koffiedik kijken, geef ik toe, maar toch graag een inschatting hierop. De vragen van andere partijen over social return, wat krijgen we er eigenlijk voor terug, krijgen we ook niet echt een goed inzicht in. En natuurlijk moeten we verantwoordelijkheid nemen waar we kunnen, maar als we niet de effecten weten van onze maatregelen, zou het zomaar kunnen zijn dat wij hier geld in een put storten die in ieder geval een hele diepe bodem heeft. Dus nogmaals de vraag, deze investering die we gaan doen op drie straten, in beginsel een prima plan, kan de wethouder aangeven of dit een investering is die ook een rendement teruggeeft in de lokale economie en op welke wijze dat dan plaats gaat vinden. Meneer Orik, ik wil graag eerst even de wethouder het woord geven om deze vraag te beantwoorden en dan u het woord geven. Of wilt u nu reageren op de heer Rodemond? Nee hoor, snap ik uw overweging. Dus ja. Helemaal akkoord. Prima, ik wil graag het woord geven aan de heer Ten Katen. Ja, voorzitter. De plannen stonden lager in de boeken. Nou, wat er in de boeken stond, dat is de reguliere opknapbeurt die zo nu en dan moet gebeuren. Dat is puur het herstraten. Maar wat wij nu doen, en wat ook nadrukkelijk
ook voor de toekomst op de rol stond. Dat is dat als wij daar aan het werk gaan, dat we dan ook werk met werk maken. Dat we ook de klimaatadaptatie meenemen. Dat we onderdeel duurzaamheid meenemen in de plannen. En dat we ook nu voor de langere toekomst met nieuwe materialen aan de slag gaan. Dus een deel van de kosten stonden voor herstraten. Die kunnen we gewoon uit het onderhoud pakken. Maar we sowieso met deze drie straten waren wij voor de toekomst voor een hoger bedrag komen staan dan alleen het herstraten. Alleen het herstraten zit in het onderhoudsbudget. En we moeten andere budgetten aanspreken om het andere te doen. Omdat we willen dat we deze straten gewoon helemaal eigenlijk van tuin tot tuin gaan aanpakken. Dus los van het feit dat wij het nu naar voren halen vanwege de coronacrisis, waren wij, hetzij bij de begroting dit jaar, hetzij bij de begroting volgend jaar, met deze plannen gekomen met eenzelfde indicatie van de kosten. Omdat we gewoon het in één keer goed willen aanpakken. Dus dat is het verhaal. Dus we het geld in een put stoppen. Dat is niet zo, want het is gewoon een plan wat sowieso was langsgekomen. En wat we gewoon naar voren hebben gehaald. En ik vind het lastig om nu te zeggen van welk rendement heeft dat. Want je zou ook kunnen zeggen van nou, het heeft misschien wel niet zoveel rendement, want over 2 jaar gingen we het toch doen. Maar juist die oproep om nu de bedrijven aan het werk te houden en het werk nu aan te bieden, dat heeft ervoor gekozen om het nu te doen. En ik kan heel erg moeilijk zeggen ze werken zoveel mensen aan, dat bestrijkt zoveel arbeidsplaatsen. Nogmaals, het zijn plannen die we sowieso voor de kiezer hadden gekregen, alleen we halen ze nu naar voren. Dank u wel. Dan wil ik graag de heer Oling het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Goed dat de wethouder zeg maar, aangeeft oog te hebben voor zeg maar, de economie. En ook in die zin het naar voren halen van. Dus, en ik snap op een gegeven moment wel dat het mogelijk is om even dat heel duidelijk te kaderen rondom arbeidsplaatsen. Dus dat snap ik. Ik heb nog wel even een aantal vragen erom. Het naar voren halen van zeg maar, dit werk. In hoeverre kan de wethouder ook garanderen dat zeg maar, als je het hebt over een onderhandse aanbesteding, dat dan ook het werk daadwerkelijk toevloegt naar lokale ondernemers. En wij zien bijvoorbeeld staan op bladzijde 2 dat er per woonstraat maximaal 3 partijen worden geselecteerd via een meervoudige onderhandse aanbesteding, waarna er, even tussen quotes, maximaal 2 partijen kunnen worden ingeloopt. En ik heb wel geleerd met tenders en met inloten, dat is geen handige combinatie. Dus inloten, dat kan nooit bij een aanbesteding, daar kan geen sprake van zijn. Maar ik ben wel even benieuwd in hoeverre de wethouder dan ook kan garanderen met deze toch wel significante investering, dat het ook ten goede komt aan de lokale ondernemers. Heer Den Katen, kunt u beantwoorden? Is mijn vraag duidelijk overgekomen? Jawel, het lukt even niet om te unmuten. Ja, nou doet hij het volgens mij. Ja hoor. Ja. Nou ben ik zo lang aan het unmuten geweest dat ik bijna de vraag ben vergeten. De combinatie van 3 partijen selecteren en daarna inloten, dat is volgens mij de vraag. En ik wil hem eigenlijk heel graag schriftelijk beantwoorden. Want Ik denk dat ik het antwoord wel kan geven, maar ik wil in één keer het goede antwoord geven. En ik zie en ik hoor dat de heer Oding gespecialiseerd is. En ik denk dat ik dan niet tegen hem op kan, dus dan wil ik ook gewoon goede antwoorden geven. Dus als u mij toestaat, ga ik deze even technisch beantwoorden. Ik denk dat we daarmee zijn. Ja, voorzitter, het gaat niet om tegenop kunnen, zo bedoel ik het niet. Ik vind het in het totaal wel belangrijk zeg maar, dat je even met betrekking tot tenders wel even de juiste spelregels hanteert. Maar ik vind het ook belangrijk dat dan zeg maar, ook deze opdrachten idealiter ook bij lokale partijen terugkomen. Zeg maar. Dus vandaar even deze opmerking. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je de juiste antwoorden krijgt. Dus vandaar dat de wethouder dit aanbiedt. Ja, meneer Den Kade. Ja, voorzitter, want dit was ook een vraag van 50PLUS. Ja. En zeg maar, er is mij verzekerd, want die vraag die nu wordt gesteld en het feit dat het ook zal landen bij lokale aannemers, dat is voor mij een voorwaarde geweest.
En er is mij wel verzekerd vanuit de technische hoek dat men mogelijkheden ziet door middel zoals dat beschreven is om het wel te laten landen bij lokale bedrijven. En ik zeg niet dat het per definitie een bedrijf is uit de gemeente Hardenberg, maar in ieder geval, we kunnen ook selecteren op bedrijven die in ieder geval waarvan de medewerkers in de gemeente Hardenberg wonen en werken dan in dit geval. En dat is absoluut de doelstelling van het hele verhaal, dat we het hier laten landen. Dank u wel voor uw toelichting. Zijn er vragen voor de tweede termijn? En nog opmerkingen? Ja, voorzitter, als ik nog even zou mogen. De heer Zeker. Telstra. Ja hoor, ga uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag enigszins van financiële aard. Wij als raad kennen de uitgangspunten van de twee O's. De wethouder Breukeman is daar de beheerder van die principes. En dat gaat ervan uit dat we een integrale afweging proberen te maken bij de begroting, tenzij het onuitstelbaar en onvermijdelijk is. En ik lees in het voorstel dat een heleboel posten geëffectueerd zullen worden in de begroting 2021. En ik vraag me dan ook even af waarom we dit besluit nu hier moeten nemen. En daarna bij de begroting een integrale afweging ten opzichte van een heel jaarprogramma moeten doen. Dus dat bevreemdt mij nogal. En waar ik ook nog even naar benieuwd ben, is naar de vraag of je de economie nou daadwerkelijk gaat investeren door een geplande, geplande uitgaving naar voren te halen of een nieuwe investering te doen. En wellicht kan de wethouder daar even op reageren. De heer Ten Kade, kunt u dit beantwoorden? Ja, ja voorzitter, het klopt dat als wij het hadden aangeboden bij de begroting en het volgend jaar uitgevoerd hadden, dat er dan een meer integrale afweging mogelijk is. Dat klopt. Niet voor niks dat we het ook nu bij u voorleggen en u daar ook nou ja, zelf naar kunt, over kunt besluiten. Alleen, wij hebben de oproep van het VNO, NCW en MKB ter harte genomen. En gezegd van nou laten we in ieder geval kijken van wat staat er op de rol en wat kunnen we naar voren halen. En dat is op het tweede deel van uw vraag in te gaan, de heer Zelstra. Dat is geen nieuw werk. En in hoeverre voegt nu nieuw werk iets toe? Kijk, de eerste oproep van het MKB, VNO, NCW is van probeer ons aan het werk te houden en kijk wat u alvast kunt aanbesteden. Dat hebben wij gedaan. En mocht daar uit voortkomen dat we zeggen van nou, er moet nog meer gebeuren of u wilt dat, dan kunnen we altijd kijken naar, kunnen we nog meer vinden. Maar ik vind het, ik vind het meer verantwoord om met werkzaamheden die toch moeten gebeuren, u nu aan te bieden, dan opeens met een nieuw pakket aan werkzaamheden te komen. Want dan is de integrale afweging helemaal zoek, want dan komen we opeens met nieuwe projecten. En ik vind het heel erg belangrijk dat we toch ook dingen doen, en dat het geld wat we besteden in de gemeente Hardenberg, dat dat ook dingen zijn die ook nuttig zijn, en dat we niet opeens nieuwe dingen gaan bedenken, maar dat we gewoon het werk wat ons toch op ons pad lag, dat we dat naar voren halen. Dat is wat mij betreft het maximale wat we kunnen doen. Ja, goed, voorzitter, als ik toch even mag reageren. Hè. Er wordt niet gereageerd op de principes van de twee O's, hè, de begrotingsprincipes. Ik zie in het stuk dat de uitgaven in de begroting 2021 worden verwerkt. En vandaar is ook mijn vraag, waarom moeten wij hier nu over besluiten als we dat pas bij de begroting 2021 gaan effectueren? En daarnaast, ik snap uw verhaal, meneer Ten Kate, hè, maar waar ik zelf nog wel een beetje mee zit is, hè, er zijn een aantal sectoren die zijn zwaar getroffen. Ja, die zie ik niet helemaal terug in dit voorstel. Maar goed, die discussie laat ik voor nu even lopen. Meneer Rodemond, wilt u hierop reageren? Voorzitter, dat klopt op zich. Ik heb dat al eerder gevraagd en daar kreeg ik niet echt een helder antwoord op. Maar ik zie nu aanleiding om die vraag nog eens te proberen bij de wethouder. Laat ik het zo formuleren richting de wethouder. Kan hij aangeven, want ik zie zijn punt om deze drie voorziene projecten nu naar voren te halen.
om de werkgelegenheid in de regio op gang te houden met allerlei bijeffecten van dien. We kennen in Hardenberg als gemeente meer straten, mogelijk meer projecten. Is er op een of andere manier een integraal plan aan te bieden richting bijvoorbeeld de begroting, waarin nog meer van dit soort projecten aan te geven zijn voor de komende jaren, wat dat betreft, omdat we in ieder geval op dit punt dan een integrale afweging kunnen maken richting de begroting. Het overzicht uit de kennis. Voorzitter, als ik hierop mag antwoorden. Graag. Ja, wij kennen ons meerjaren onderhoudsprogramma. Dat is uit mijn hoofd dit jaar weer voor 3 jaar vastgesteld. Dus we weten precies welke wegen er qua onderhoud de komende 3 jaar aan zitten te komen. Daar zaten deze 3 qua onderhoud, dus het herbestraten, ook in. Dus in die zin halen wij gewoon een aantal projecten naar voren. Alleen hier wordt werk met werk gemaakt, zodat we ook klimaatadaptatie en een aantal andere dingen ook meenemen. Dat zijn extra kosten. En vervolgens hadden wij die extra kosten. En dat wat de heer Stelpstra die zegt van ja, begroting 2021. Het deel onderhoud 21, dat halen we. De begroting die je sowieso zat voor het onderhoud, halen wij dan naar voren. Omdat in ieder geval dat deel onderhoud wat erin zat, dat halen we dan naar dit jaar toe. En vervolgens gaan we gewoon verder met het meerjarenprogramma onderhoud, wat er ligt. Exact. Voorzitter, als ik heel even mag, want dat was ook de strekking van mijn vraag. Ik snap dat meerjarenprogramma, daar zaten deze projecten ook in, hier zit een plus op, ook om wat werk extra misschien te genereren, juist in tijden van crisis. Ik kan me heel goed voorstellen dat die plus ook bij andere projecten in de komende jaren gaat plaatsvinden, omdat we hier positieve effecten van ondervinden. Onder andere op het gebied van duurzaamheid, onder andere op het gebied van de lokale economie. Kunnen we daar dan in ieder geval een beeld van krijgen? Ja, voorzitter, wij hebben een beeld van het meerjarenonderhoud. En op het moment dat wij ergens met onderhoud gaan starten, dan kijken wij van, moet hier een plus plaatsvinden? Is er die wens vanuit het dorp? Of kunnen we gewoon met een normale onderhoudsbeurt, dus het herstraten, kunnen we toe? Deze 3, dat waren de eerste 3 die eraan zaten te komen. Dus wij hadden dit sowieso aan u voorgelegd. En deze hadden we nu aan voren. En we gaan nu straks weer kijken van, wat komt er dan nog meer? Dus in die zin is hetgeen wat wij u aanbieden in volgorde hetzelfde wat wij doen, wat we hadden gedaan als er geen corona was geweest. Alleen dan had u ze waarschijnlijk volgend jaar op de begroting van volgend jaar gezien. Dus in die zin halen we ze nu iets naar voren. Maar het waren wel de 3 met de hoogste prioriteit. Dus in die zin is er niks veranderd. Zijn de vragen dan voor nu voldoende beantwoord? Ik zie geen reacties meer op mensen die een reactie willen geven. Zijn er vragen wellicht voor de tweede termijn? Ook daarop zie ik geen reacties. Dan moet ik de vraag stellen of het naar de raad kan als een hamerstuk of een bespreekstuk. Ik neig naar hamerstuk, maar omdat ik toch nog even een antwoord krijg van de wethouder, zou ik ook in eerste instantie willen zeggen bespreekstuk. En bij het vaststellen van de agenda zou die zomaar kunnen verdwijnen naar een hamerstuk. Prima, dan wachten we even de reactie die de wethouder heeft toegezegd af. Dank u wel. Dat wordt een bespreekstuk. Dat brengt ons naar het laatste inhoudelijke punt van deze avond. Dat is punt 7. De evaluatie van het jeugdlintje in onze gemeente. Wie kan ik daarover het woord geven? Ik zie mevrouw Van der Veen. Zoals het lijkt bent u de enige mevrouw Van der Veen. Aan u het woord. Ik moest hem even van de unmute afzetten. Fijn. Ja, wij wilden vanuit de ChristenUnie daar wel kort wat over zeggen. Ook met het oog op wat wij de afgelopen maanden met elkaar, de situatie waar we in terecht gekomen zijn vanwege het corona gebeuren.
Vanuit de ChristenUnie hebben we met gepaste trots mogen zien hoe ook kinderen en jongeren in onze gemeente zich tijdens deze periode hebben ingezet en dat nog steeds doen. Van het organiseren van een pannenkoekactie, het schrijven van kaartjes, tot aan het herzien van inzamelacties voor lokale doelen op innovatieve wijze, zodat het door kon gaan. En wij vinden eigenlijk dat misschien nog wel meer dan voorgaande jaren er prachtige initiatieven zijn ontstaan van en door kind en jongeren. En dit wetende zouden we vanuit de ChristenUnie aan wethouder de vraag willen stellen of er voor dit jaar de mogelijkheid is om aan het jeugdlintje een themalintje toe te voegen waarmee de jeugd waardering gegeven wordt voor hun harde inzet tijdens deze coronaperiode. Dank u wel. U zei wethouder, ik denk dat u onze burgemeester bedoelt, want het is de portefeuille van... Nee, geen probleem. Als er verder geen vragen zijn, dan wil ik graag het woord geven aan de heer Wiggers. Ja, dank u wel. Mevrouw Van Veen, ik zou het niet anders verwoord hebben. Als je kijkt wat kinderen voor een kiezer hebben gehad, en dan niet eens als de heldendaden verricht zijn, maar gewoon door de scholen die niet van start gingen, het sporten wat er bij inschoot, het opgesloten zitten, het niet kunnen uitgaan, et cetera. Dus je zou bijna collectief iedereen die jong is en bloeiend zijn leven zit, al zo'n lintje gunnen. Het element van de coronacrisis zou ik graag meenemen in de weegfactoren. Dus of er een extra lintje moet zijn, dat weet ik niet. We hebben er 5 uit te delen. Maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat mensen bij zitten die in deze moeilijke periode gewoon hele mooie dingen hebben gedaan. De heer Rodemond, u wilt dat vragen. Of voorzitter, exact, dat klopt. Dank u wel. Even een reactie eigenlijk op eigenlijk de opmerking van de burgemeester, de heer Wiggers, dat hij stelt dat de jeugd in collectiviteit een enorme opgave heeft gehad. Ik herken dat. Ik heb zelf 2 jongere kinderen en ik heb bij hen ook gezien dat zij een enorme opgave hebben gehad om deze tijd door te komen. En misschien nog steeds wel een beetje. Ik ben ook blij dat de scholen weer langzamerhand op gang komen. En na de zomervakantie waarschijnlijk helemaal weer. Dat gezegd hebbende, vond ik de suggestie om 1 persoon dan eruit te lichten die extra voor de kiezer heeft gehad of wat dan ook, misschien in deze... niet zo mooi, maar toen de heer Wigger zei van ja, misschien moeten we ze collectief bedanken of eren voor de inzet die ze tot nu toe hebben getoond, zou ik toch willen vragen aan de heer Wiggers om naast de 5 lintjes die er te vergeven zijn, individueel in overweging te nemen om inderdaad iets collectiefs te doen voor de jeugd in Hardenberg. Vind ik een hele mooie gedachte. Ik het is een beetje toplap zo'n uitdrukking, ik neem hem mee. Maar ga er vanuit dat ze dat kunnen inweven. Bedankt voor uw reactie. Zijn er vragen? Ja, mevrouw Van der Veen, u wilt nog reageren. Nou, eigenlijk lichtte de heer Rodemond het ook al een klein beetje toe. En ben ik vooral heel benieuwd naar hoe de burgemeester daar dan collectief vorm aan hoopt te geven. We hopen echt vanuit de ChristenUnie dat daar inderdaad een zichtbare waardering uit naar voren mag komen. Ik moet daar iets over zeggen. Dat is dat ik nog wel wat kan doen als het gaat om de start van het project. We hebben overleg gehad met de raad, met de jury. Maar tot mijn spijt kan ik niet degene zijn die het jeugdlintje gaat uitreiken. Want dan is er een beëdigd opvolger, ga ik vanuit. Dat is ongeveer oktober, november. Dus dat zal ze op slag moeten krijgen. Dus in die zin zei ik ook, ik neem het mee, het punt. Ik lig bij de jury. En we kijken hoe we dat op een goede manier vorm kunnen geven. En ik denk, ik weet niet wie de opvolger is, uiteraard, dat hij dat van harte zal overnemen. Dat wachten wij af. En daar zijn we zelf voorbij, vermoed ik. Zo is dat. Zijn er vragen voor de tweede termijn op dit punt? Niemand, geen reacties. Hamerstuk of bespreekstuk? Ik vermoed een hamerstuk, maar ook hierop, ja, mevrouw Van der Veen knikt, u was de enige. Met vragen, prima, dan gaat dit als hamerstuk naar de raad. Dan komen we bij de rondvraag. Is er iemand die iets wil vragen of wil melden bij de rondvraag?
geen vragen. Dan sluit ik bij deze de vergadering en ik hoop u heel binnenkort weer te zien. Het gaat u goed. Tot ziens.